Ierland, ja. Ja? Wat weet u erover te vertellen? Vindt u het leuk om er iets over te vertellen? Nou ja, hij is beroemd genoeg. Hij is beroemd genoeg? Hij stond vorige week nog geciteerd in de VPRO-gids. Oh. Over de Bloomsday, hè? Ja, ja. Daar slaat dit allemaal op eigenlijk. Ja, ja. De hele etalage. Mooi. 16 juni. 16 juni ook 1904. Nog? Ja, ja. Dat, ja, James Joyce heeft een afspraakje met Nora. Oh. Zijn latere vrouw. Ja, ja. Goed. Ja, maar dat is allemaal goed. Waarom doe ik dit allemaal? Ja, ja. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Dat ligt allemaal in het centrum. Ja, ja. Van James Joyce. Ja, ja, ja. Maar daar natuurlijk heel gedoe eromheen, hè. Allemaal Iers. Ja. Nou, ik ben zelf een beetje een oude paardengokker ook. Dus ik heb hier hele unieke dingen liggen die niemand... Dat klemmetje. Ja, ja, dat je vroeger het paardrennen in Parijs. Oh ja. Gebruikte je toch? Ja, ja. Dat is lang geleden natuurlijk, maar moest je met de hand knippen. Dus dat is... Ja, mooi. Ik ben een van de weinige Hagenaars die dat maar kent. Ja. Dat is zeker. Ja. Ja. Nou goed, de rest is Ierland. Enzovoort. Ja, ja. Ja, maar ik ben namelijk geen boekenlezer, dus ik vind dat heel goed dat je dat kan vertellen.